Heb ik de woonkamer een beetje opgeruimd. En nu heb ik een verrassing voor de jongens. Want Cyrano en ik gaan dit voor de jongens opzetten. Dit gaan we hier in de woonkamer voor ze plaatsen. En hier heb ik wat ballen. En ik heb volgens mij nog 2 pakjes extra laatst ontvangen van Nieuw Chic. Dus die ga ik er ook bij doen. Dus ja, ik hoop dat ze het leuk vinden. Nou, dat was letterlijk in 5 minuten opgezet. De jongens komen nu naar beneden, dus ik ga hun reactie natuurlijk filmen. Noah! Wow! Vind je dat leuk? Inmiddels zit ik in de auto. De jongens hebben echt genoten. Ze hebben echt, denk ik, 1 uur lang gespeeld. En daarna begonnen ze in hun ogen te wrijven. Dus heeft Cyrano ze naar boven gebracht om een dutje te doen. Dus ga ik nu heel snel naar PostNL. Ik heb een paar spullen verkocht via Vinted. En ik heb ook op Restocks mijn Air Jordans verkocht. En ik moest ook iets voor Cyrano terugbrengen. Dus dat ga ik nu gauw doen. En daarna ga ik weer naar huis. En dan ga ik denk ik lekker wasjes draaien en de keuken schoonmaken. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Oh, het is zo heet. I can't. Fresh air. Oké, waar moet ik naartoe? PostNL en UPS. Oké, let's go. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Ik ben zo net ook langs mijn moeder gegaan. Want ik heb 2 dingen opgehaald die mijn moeder voor mij heeft meegenomen uit Zara Hilversum. OMG guys. Ik ben momenteel zo gelukkig. Want zij heeft deze 2 geweldige items voor mij gescoord. Dus ik moet eventjes een klein voorverhaal vertellen.
toen ik mijn laatste dag had in Zara. Ik zag dus iets staan bij de kassa en ik dacht van, wat is het? Is het van Zara Home? Wat is het? Ik scan het met mijn iPod en opeens zag ik echt een leuke parasol. Dus nu zag ik op het kaartje zelf van €90 naar €17,99. Nu ik scan het en zie ik dat het €5,99 is. En met mijn korting zal het dus €4,50 zijn. Maar goed, nu ik pak het en ik zeg, oh my god, ik wil dit kopen. Dus nu zegt mijn collega, oh sorry, het is van mij. Dus ik baalde al echt. Nu ik zie twee andere collega's ook. Eentje had twee gekocht. Eén had, dacht echt, hoezo coacht niemand mij? Hallo? Nu zegt mijn andere collega van, ja, ik wist niet dat je dat wou. Ik dacht echt, girl. Nu ik kijk naar de beschikbaarheid. En ik zag dat Hilversum nog echt heel veel op voorraad had. Maar ik dacht, ja, ik ga echt niet helemaal naar Hilversum rijden voor een parasol. En toen zei mijn moeder ineens, hey Kim, wat doe je morgen? Dus ik zei, ja, niks bijzonders. Ik heb met kennissen afgesproken in Hilversum. Dus ik zeg, wacht even maar. Zou u misschien voor mij naar de Zara willen gaan? Want ik heb dit en dit gezien. Nou, mijn moeder naar de Zara toe gaan. Toen kwam ze naar de winkel aan. En ja hoor, er waren vier op voorraad. Eigenlijk, als het aan mij lag, had ik ze alle vier gekocht. Maar ik wou mijn moeder niet met zoveel dingen laten sjouwen. Dus heb ik haar gevraagd of ze twee wou meenemen. Ze zijn gelukkig niet zwaar. Dus heeft ze de twee van me meegenomen. Ah, ze zijn zo cute. Dit zijn de mooiste parasolen die jij en jij in je leven hebben gezien. Als jullie dit zien, gaan jullie het ook willen. Jullie gaan het willen, maar ja, jullie zijn te laat. Jullie zijn te laat. Maar goed, anyway. Ga ik jullie wel gunnen met het artikelnummer. Misschien dat jullie het nog kunnen vinden. Maar ik denk het niet. Maar you never know. Ja. Oké, ik ga jullie even neerzetten. Ik ben zo excited. Yes. Oké. Kijk eventjes hoe handig. Zo zou je echt denken van, Oké, dit is zo'n lullig strandparasolletje. But no boo, it's big. Oké. Want deze had ik al opengemaakt. Kijk. Dan komt het dus al met één stang binnen. Ik ga hem even het licht aandoen hoor. Because it's dark. Ja, oké. En dan zijn jullie ready. Jullie zijn niet ready. Want jullie gaan Hyra worden. Oké. Okay. Look at you. Nee. Dit is te leuk. Dit is te leuk. En dan heeft het nog een klittenband. Dan open je hem zo gezellig. Wat is gebeurd? Oh, jeetje, ik doe druk. Kijk mij nou even zitten, jongens, op het strand. Voor maar 6 euro's. En hij kan echt heel hoog gezet worden, want je hebt natuurlijk twee stammen. Dus hij kan echt, ja, even kijken. Als ik hem nu dus voor de grond inboor. Kijk, ik sta er gewoon onder. Wacht. Oh, zo. Kijk, ik sta. Natuurlijk gaat het wel een paar centimeter de grond in, maar dat maakt niet uit, want ik heb er twee. Oh, mother, thank you so much. Super lief, ik ben haar hier zo dankbaar voor. Natuurlijk mag ze het altijd van me lenen. But hello guys, het is gewoon te leuk. Ik ben hier zo blij mee. Jullie hebben gewoon geen idee. Ik kan niet wachten om weer naar het strand te gaan. Het wordt volgende week mooi weer. Dus we hebben sowieso al het een en ander gepland met mijn parasol. Dus yes. Deze kan ik gelijk opbergen. Maar ik moest en zal dit echt aan jullie laten zien. Want dit is gewoon to die for. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu eventjes de keuken opruimen. En ik denk dat ik gewoon lekker de magnetron airfryer, dat ik die dingetjes even ga schoonmaken. En daarna ga ik lekker op de bank zitten en mijn serie kijken. En wachten tot de kids wakker worden. Dus dat. Ik hoef gelukkig ook niet te koken vandaag. Want ik heb gisteren
kippensoep gemaakt. Cyrano is niet zo lekker, mezen ook niet. Dus dacht ik van, laat me eventjes een krachtige soep maken. Dus heb ik een soort van mixsoepje eigenlijk gemaakt. Een soort van groentesoep met kip, met kippenpootjes, met gehaktballetjes. Jullie zullen het zo zien. Ja, dan zijn we denk ik wel weer kleine 1 à 2 uur verder. Dus ik ga nu gauw beginnen. Kijk, nou is zijn shirtje weer helemaal vlekvrij. Nou jongens, ik ben klaar met alles. Ik ben 1,5 uur verder. En nu ga ik heel even gauw deze kleertjes. Dit is een stapel met maat 110. Die moet ik even in de 110 bak doen. En dit is van Mason allemaal. Dit is maat 92. Kan die bijna aan, maar het is nog net te groot. En kijk even hoe leuk deze pyjama is. Die hebben we van mijn schoonmoeder gekregen. Echt super lief. En dat is ook maar 92. Dus die kan ook op deze stapel. En de twee parasolen, de plastic balletjes, deze speelset, die gaan ook allemaal naar de zolder. En dan is de woonkamer weer wat netter. En daarna ga ik echt naar mijn Netflix-serie kijken, want het roept. Voor onze zieke Cyrano gaan we eventjes een lekkere stoom maken. Ook daar is het natuurlijk goed voor, niet alleen voor je gezicht, want zijn neus zit helemaal verstopt. Maar ik moet ook mijn gezicht doen, dus het is 2 in 1. 2 in 1, ja. Dan gaan we voor jou, omdat je ziek bent, pepermunt gebruiken. What's your problem? Je oké? Lekker, ik kan nog langer, mag het langer. Tuurlijk. Voorzichtig deppen.
Luke was looking clean. Yes. Yes. It's the glow for me. Yes. 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 It's giving what it's supposed to give. Yes. Yes. Look at you. Look at the glow on your face, boo. Yes. Nou, hoe was de treatment? Ik vond het echt lekker, man. Fijn. Ja, hè? Helemaal niet duur. Nou. Lippen, dat lippen of zo. Goeie, hè? Nou, Sirane heeft lekker watermeloen voor ons gesneden. Ik heb het even in de koelkast zitten voordat die fruitvliegjes komen, maar yummy. Hier had ik echt al super lang zin in. Ik zit te twijfelen. Ik zit te twijfelen of ik nu moet gaan eten. Het is inmiddels 4:15. Nee, het is nog te vroeg. Ik denk dat ik over een uurtje ga eten. Avond. Daarna ga ik me omkleden. Ga ik lekker sporten. En daarna ga ik helemaal niks doen voor vandaag. Want ik begin al moe te worden. Dus daarna ga ik lekker op de bank zitten. En dan ga ik weer verder mijn Netflix serie kijken. Yes. Nou, heerlijk guys. Ik heb lekker rijst erbij. En ik heb ook gele peper hier. Wie dat wil eten. Oké, mag ik mezense melk? Yes. Dankjewel. Wat ga je hier eigenlijk doen? Ik wil de snoepie. Ja, wil je even kijken of je iets lekkers vindt? Ga maar kijken. Schrijf even de stoel hierin doen. Oké, jongens. Ik ga heel eventjes een flesje voor mezen maken. Ik heb hier half volle melk. En dat ga ik maken met dit. Ja? Ja? Oh, zijn. Ga ik maken met dit. Dit is nog van Turkije. En dit moet je dus maken met 200 milliliter. En is zoet. En ik weet nog dat zoet. Zoet. Dat zoet. Melk is. Dus ik ga deze even overschenken in dit. Dit is een smarty en dit zijn dummies. Kennen jullie deze nog van vroeger, mensen? Deze toch? Nee, ga je voor de smarties of voor de dummies? Iedereen kent van deze. Iedereen kent dat. Sowieso. Anders hebben ze niet geleefd. Heb je een keuze kunnen maken? Ja, die. Oké. Zo. Een beetje vol. Gaan we voor mezen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo, ik ga deze aan Cyrano geven, zodat hij dat aan Meza kan geven. En dan ga ik door naar de sportschool. Het is een beetje, nou, het is niet heel dik. Dus ik ga even dus 2 schepjes erbij doen. Zo. Dit is beter. Even proeven. Alleen een klein beetje kaneel erbij doen. Zo. Oké, guys. Ik ben klaar met het flesje maken. Ik ga nu door naar de sportschool.
Guys, ik ben weer thuis. Ik ben echt maar 3 kwartier gebleven, want het was bomvol. Nu begrijp ik waarom ik altijd in de avond ga, maar dit doe ik echt niet meer. Want ik kon... Ja, het was gewoon echt te druk. Ik kon nauwelijks mijn kont keren. Ik wou echt een beetje content maken, maar ja, dat zat er gewoon echt niet in. Het is best wel klein en er komen echt heel veel meiden gewoon. Gaan ze snappen, ze trainen niet, maar dan houden ze die dingen wel bezet, weet je. Zo irritant. Echt, ik ben 3 kwartier gebleven. Er waren echt 2 groepjes die gewoon die hele armdingen bezet hielden. Ik kon gewoon niks doen. Maandag is het de heetste dag, hè? Ja, maandag is echt de heetste dag. Want dan heeft iedereen natuurlijk gezondigd in het weekend. En dan wil iedereen zogenaamd healthy doen. Ja. En dit tijd ik ook, maar... Heel misselijk. Maar ja, ik heb wel wat kunnen doen, gelukkig. Ik heb 5 oefeningen kunnen doen. Oh. Ja, hallo. Jawel, nee, ik ben op gewoon na 3 kwartier weggegaan. Want het was gewoon geen doen zo. Dus ik ga lekker mijn shake drinken. Daarna ga ik douchen, een maskertje in mijn haar doen. En daarna ga ik naar mijn kribben, jongens. Want ik ga vandaag niet laat opstaan. Ik heb gisteren gewoon... Gisteren, ik kon niet slapen. Wauw, ik sliep pas om 4 uur 's nachts. Ik wist dat ik de afwas niet had gedaan. Dus ben ik gewoon de afwas gaan doen. En heb ik gelijk alles afgewassen. Het leek wat net zo drang alsof ik zwanger was en ieder moment kon bevallen. Als jullie me zagen schoonmaken, hey, mooi. Ik dacht van, als ik dat gedaan heb, dan hoef ik dat niet, zeg maar, vandaag te doen. Dus ja, ik had ook een beetje mijn keukenkastjes gepoetst, want ik was gewoon niet moe. Maar ik dacht, laat me niet te veel kabaal maken. Dat die kinderen wakker worden en dan is het helemaal klaar. Ah. Oh, ik heb deze shake wel gemist. Bed. Wacht even, ik hoor wat. Horen jullie dat ook? Ja. Genoa moet naar bed. Wat? Oh, Genoa, je moet naar bed. Mevrouw Bed, Genoa komt eraan. Mevrouw Bed, Genoa komt eraan. Oeh, maar Genoa, wacht even. Voordat de vlog afsluit, volgen jullie jullie neefje. Volgen jullie jullie neefje. Genoa, waar ga je? Waar ga je? Kijken jullie Genoa? Met zo'n hoed. En Genoa heeft een nieuwe. Genoa heeft mooi soep gegeten met rijst. En wanneer Genoa mevrouw Bed wordt, dan wil hij opeens een broodje om tijd te rekken. En dit broodje, hoe lang heeft hij dit broodje al in zijn hand? Niet lang. Nee? Oh, daar heb ik niks gezegd. Vandaag is hij echt op doorpakken. Ja, vandaag eet je echt goed, Genoa. Mama is echt trots op je. Wow. Maar goed, lieve mensen. Ik ga nu lekker op de bank zitten. Genieten van mijn shake. En wij kijken naar dit. Dit programma op NPO 1. Hoe gaat dat bij jullie thuis? Nou, heel interessant. Het is een programma dat gaat over dat verschillende gezinnen bij elkaar kijken hoe de ene doet. De ene super chaotisch, de ander is hartstikke georganiseerd. En ik denk dat wij er redelijk tussenin zitten. Want wij kunnen ook heel chaotisch zijn. Ik kan ook van beide kanten leren. Ja. Dus ja, we gaan lekker met ons gezin kijken naar andermans gezin. Nou, hartstikke gezellig, hè jongens? Mm-hmm. Jongen, jij gaat zo naar je bed. Dus, lieve kijkers. Even neerzetten. Dus, lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vond je de video leuk? Vergeet zeker geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik jullie al te zien bij een volgende video. Doeg!